Oké, jongens, we staan op locatie. Laat ik maar gewoon even die doos omkieperen. Ja, het paste allemaal in één doos. Ik stond er zelf op te kijken. Kijk, hoppakee. Dit gaat dus allemaal, jongens, in één mat. Die raadslift die hebben eventjes in het doosje van de luchthuilers gedaan. Hieronder zitten al die luchthuilers. Maar ja, die ga ik niet omkieperen, want dan moet ik weer rapen. In ieder geval, Starfounder zie ik alweer begras voor je. We beginnen denk ik gewoon met de rookballetjes en dan bouwen we het gewoon een beetje op. En natuurlijk een hele mooie finale aan het einde. Wat we met die Morning Glories moeten, jongen, ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, we gaan gewoon lekker bouwen. Oké, het begin. 70 centimeter knetlint van de Big Bazaar. En daar leg ik eventjes alle 42 rookbommetjes naast die we hebben. Om maar gewoon even rustig te beginnen. Nou. Woep, woep. Die liggen erop. Niet zoveel als aard, hè? Aard doet de 3000. Zunde. Vind je? Ja, vind ik. We beginnen hier. Dan heb ik hier alvast alle rookballetjes neergelegd. Heb je hier een kleine vertraging. En dan doen we hier iets meer ratelinten. En hier zetten we dan alle fonteinen naast die we hebben. Dus dat moet even iets dikker. Het vuur moet even iets hoger komen dan 1 of 2. Dus ja, we hebben hier dus die 8 pakjes met traffic lights. Starfounders liggen daar nog in de hoop. Nog wat pakjes. Die pakken we er even bij. Dus dit wordt het tweede gedeelte van de mat. Dus ja, laten we dat maar even gaan maken dan. Wat er nog bij is gekomen, jongens. Bengal Fire Mix van Funke. Samen met het Vulcano assortiment. Hier staan alle Starfounders van de Big Bazaar opgesteld. En hier bij de rookbommetjes heb ik nog even snel de luchthuilers van Funke erbij gedaan. En nu gaan we weer even een soort van vertraging maken. Dit iets dunner. En wat we er dan bij gaan doen, even uitkiezen. We gaan nu bezig met de eindmat. We hebben hier alle ratelint al liggen. En we hebben al een klein hoopje gemaakt. Sowieso dat al die grondbloemen er nog op gaan. Morning Glories gaan er nog in. Knettenballen, grondbloemen met knetten liggen daar nog. En we hebben ook nog een heel karton met colorful flower. En waar we deze nog even tussen gaan doen, ik zou het echt niet weten. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, of die luchthuilers die eindmat inschieten. Ik hoop het niet. Maar ja, er is natuurlijk wel kans dat het gebeurt. Maar ja, wij gaan eventjes verder met de eindmat. Dikke shout-out naar Knalkeet Vuurwerk voor het leveren van de ratelint en de grondbloemen. Ik zal even het linkje van hun webshop even boven in de beschrijving zetten. Er zitten echt wel leuke nieuwe producten, helemaal van Wolf, apart vuurwerk. Wij hebben al een bestelling gedaan, als het goed is staat die video al online. Maar neem zeker even een kijkje. Oké, jongens, de mat is af en ik zal jullie even vanaf het begin doorlopen wat er allemaal in zit. We beginnen hier met twee ratelintjes, dan gaan we zo over naar de rookballetjes. Vervolgens iets van 9 of 8 van de Luftheule rood. Beetje vertraging. Daarna komen de stoplichtjes. Daarna komt het Zena, Funke Bengals voor je met het Vulcano assortimentje. Vervolgens gaan we over naar de Star Fountains. Dan hebben we weer een beetje ratelint. Wat van die Colorful Flower hebben we erop gedaan. Wat grondbloemen. Vervolgens Morning Glories met Bengals vuur. En dan gaan we hier naar de eindplaat, jongens. 1000 grondbloemen. Volgens mij iets van 30 pakken ratelinten. Dat komt neer op 300 ongeveer. Morning Glory zitten ertussen. Knettenballen, crackling grondbloemen zie ik hier ook tussen zitten. Het hele doosje met luchthuilers. Nog wat colorful flowers zie ik er nog tussen zitten. Jongens, hier zit echt van alles in. En dit gaat echt wel een geweld geven. De onderkant is helemaal bedekt met ratelinten. Dus al die luchthuilers die spuiten zo meteen alle kanten op. Daar gaan we hem aansteken, jongens. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat verlopen. We gaan dit project afsteken met de aansteker van Your Pyro. Dit is de Champion High. Moet je kijken, jongens. Deze is kwalitatief echt heel erg goed. Gewoon elke keer als je die knop indrukt, hij faalt nooit. We hebben hem al voor verschillende projecten gebruikt. En dit is echt wel kwalitatief goed spul. Hetzelfde geldt als voor het lont. Als je lont bestelt bij Your Pyro, krijg je dit een hele mooie verpakking. Het is echt super sterk lont. Er zit nog mooi zo'n klein plakbandje omheen. Ik trek er even een klein stukje vanaf. Die leggen we dan onder die ratelintjes. Dus eerst beginnen we met zo'n heel stukje lont in één keer. Oh ja, kortingscode AWFW1 voor maar liefst 15% korting, jongens. Scheelt je altijd weer geld. Dus in ieder geval, ik ben klaar. Hidde is klaar. De mat ligt er mooi bij. We gaan hem lekker aansteken. Nou jongens, gaan we dan. Kijk daar, joh.
mooie windstille dag nog uitgekozen. Oh, en dat valt. Ik denk dat die mat zo meteen in een keer gaat hoor. Kijk wel, oh jongens. Dat zijn de morning glories. Wel iets minder vertraging gemogen. Ja, dan gaan de volgende fakkels al. Dan komen we nu bij het raadplint aan en dan schiet hij zo meteen, als het goed is, in één keer door naar de finale. Kijk, daar komt hij al, jongens. En dan gaan we weg. Hoppa! Zo, nou, rookpruimpje alweer gecreëerd hoor. Kijk dan jongens. Oh shit, we hebben geen water bij ons hidden. Nou jongens, we hebben even een bordje daar gemaakt. Want ja, het smult allemaal na. Het vuurwerk wordt vanavond opgeruimd. Nou, dat gaan we ook zeker doen. Het staat nog allemaal een beetje na te smeulen. Maar ja jongens, vonden jullie dit nou een leuke video? Zorg dan dat je op ons abonneert. Vergeet ook zeker niet de kortingscode AWFW1 voor 50% korting. Op deze goede aanstekers en het, natuurlijk het viskolont. En we zien jullie weer terug bij de volgende video.